Hey, vandaag wil ik jullie laten zien wat ik zoal in Londen gekocht heb. Vorige week ben ik samen met een vriendin in Londen geweest, een weekendje. En ja, dat was natuurlijk super leuk. We kwamen daar om te shoppen en dat hebben we zeker ook gedaan. Dus het is nu een week geleden. Ik wilde wel eerder een shoplog opnemen, maar ja, ik had niet zoveel tijd. Eerlijk gezegd ook niet heel veel zin. En het is heel veel, dus vandaar dat ik zoiets had van ja, zal ik nou alles laten zien. Dus nu heb ik besloten om alle sieraden en alle make-up te laten zien. En accessoires, zeg maar. Want de kleding, ja, dat hangt al in mijn kast. Dat heb ik al aangehad. En dat is verder ook niet ontzettend bijzonder of zo. Dus dat wil ik jullie vandaag laten zien. Nou, ten eerste kan je echt super fijn shoppen in Londen. Je moet wel een beetje geluk hebben met het weer. Want ik ben eens eerder in Londen geweest en toen regende het echt de hele tijd. Echt heel vervelend. Maar toen wij er vorig weekend waren, was het echt super goed weer. De zon scheen, blauwe lucht, ook best wel warm. Warmer dan in Nederland ook. Dus dat was echt wel heel erg fijn. We zijn bij Victoria Station geweest. We zijn ook nog wel bij de Big Ben en bij Buckingham Palace geweest. We kwamen natuurlijk eigenlijk om te shoppen alleen maar. Maar we vonden het toch wel leuk om nog even iets cultureels te doen. En verder zijn we heel Oxford Street doorgelopen. En daar hebben we een aantal dingen gekocht. Laat ik maar beginnen. Ik kocht als eerste bij Victoria Station. Daar zit een winkelcentrum bij. En daar kochten we bij Dorothy Perkins. Ik heb geen idee hoe ik het uitspreek. Maar daar zag ik allemaal leuke sieraden. En aangezien ik normaal gesproken eigenlijk nooit sieraden koop. Of niet zoveel in ieder geval. Leek het me wel leuk om wat nieuwe dingen te kopen. Ik zag erbij, zag mijn vriendin Linda een hele mooie ketting. En hij zit nou ook heerlijk in de knoop. Oh nee, het valt mee. Een gouden ketting. Een uilenketting. En ik vind hem echt heel tof. Er zitten mooie steentjes in. En hij is ook best wel lang. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik had een uilenketting, maar die is een beetje kapot. En deze is lekker groot en mooi. En die moest ik gewoon hebben. Ik weet niet meer hoe duur die ongeveer was. Maar ik geloof iets van 6 pond. Valt op zich mee. En hij is gewoon, ik vind hem heel leuk. daarnaast kocht ik in diezelfde winkel nog twee dingen. Eigenlijk één ding. Een paar oorbellen. Dat zijn gouden knopjes. En normaal draag ik eigenlijk alleen maar zilveren sieraden. Zoals je ziet, mijn ketting is zilver, mijn oorbellen zijn zilver. Maar het leek me wel leuk om ook wat meer goud te dragen. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Dus ik dacht, ja, ik heb nu een ketting. Dan kan ik er ook wel nog twee oorbellen bij nemen. Dus dat zijn deze. Ik vind ze erg leuk. Even kijken. Daarna gingen we naar de Claire's. Claire's zit ook in Nederland, maar whatever, maakt niet uit. En daar kocht ik alweer een uilenketting. Omdat ik toch nog wel heel veel zilveren sieraden heb en een beetje grijsachtig, vond ik het wel leuk om ook een uilenketting in deze soort, deze tint te nemen. Hij was ook niet zo onwijs duur en ja, ik vond hem echt heel leuk. Dus die heb ik bij de Claire's gekocht. Verder kocht ik nog wat bij de Claire's, maar dat ligt hier niet. Even kijken hoor. Ja, hier is die. En dat was een haarspeldje van een vlindertje. En dat is gewoon zo'n clipje eigenlijk voor achterop of zo. Dan doe je gewoon zo en dan zet je het zo vast. Een beetje in diezelfde kleur als de L. Vond ik wel erg leuk. Dus die heb ik ook gekocht. Even kijken. Ik ga nu gewoon random alles laten zien. Want ik weet echt de volgorde niet helemaal meer. Deze oorbellen kocht ik ook bij Dorothy Perkins. Deze. Ik vond ze echt heel apart. Maar wel leuk. Dus die heb ik gekocht. Ik heb ze nog niet ingehad. Maar ja, het zijn wel gewoon mooie zilveren oorbellen. Verder kocht ik. Gingen we naar Oxford Street. Bij Forever 21 gingen we naar binnen. En daar kocht ik een shirt. Die ga ik nu niet laten zien, want die hangt in mijn kast. Maar daar kocht ik ook sieraden alweer. En dat waren onder andere deze oorbellen. Ook weer met zilver en zwart. Omdat ik dat toch best wel veel draag. Ik vond het wel leuk. Ze zijn wel echt heel zwaar. Dat is wel een beetje een nadeel. Maar
ja, verder wel gewoon leuk. Oh ja, nu ga ik even vanaf het begin beginnen. De allereerste dag zag ik een super mooie tas. En die tas, ja, ik wilde hem echt hebben, maar ik dacht, ik wacht nog even, want misschien kom ik nog wel een veel leukere tegen. Nou, de dag daarna kwam ik hem weer tegen bij Next. Dat is echt een hele toffe winkel in Londen. En dus die tas heb ik gekocht. En die kan ik ook wel eventjes laten zien. Dat is deze. Ik vind hem echt super leuk. Ook dat sjaaltje erbij, dat maakt het gewoon echt af. En hij is best wel groot ook. En de binnenkant is echt heel schattig. En ja, hij is een beetje beige, roze beige van kleur. Ik vind hem wel heel mooi. Maar goed, deze had ik dus gezien. En toen dacht ik, nou, laat ik er ook maar meteen een riempje bij kopen in die kleur. Dus die had ik ook gekocht. En toen was ik dus bij Forever 21. En daar zag ik een ketting in die kleur. Dus toen dacht ik, nou, die koop ik ook gewoon. En dat is deze. Zoals je ziet is dit een beetje de kleur van de tas. En dan ook natuurlijk de riem. Dus die heb ik ook meegenomen. Er zitten een beetje soort gouden of zilveren steentjes in. En verder is die ook gewoon goud. Maar ik dacht, ja, dan heb ik die tas en het riempje en een ketting. Dat is wel erg leuk bij elkaar. Dus deze kocht ik ook bij Forever 21. Erg leuke winkel trouwens. Ik was er nooit geweest, maar het is echt een hele gave winkel. Moet je echt eens gaan kijken. Oké, ja, verder heb ik ook oorbellen gekocht bij New Look. New Look zit ook in Nederland. Ik weet dat er ook eentje in Rotterdam zit. Daar ben ik ook wel eens geweest. Maar ja, dit was echt een hele grote New Look. Ook met een Starbucks erin. Waar we lekker gezeten hebben natuurlijk. Maar ja, we keken ook even bij de sieraden. En ik zag echt allemaal leuke weer. En onder andere deze. Het zijn best wel grote oorbellen. Maar ik vind grote oorbellen altijd wel erg leuk. Zo. En toen zag ik nog meer leuke oorbellen. En dat waren deze. Bloemetjes. Was heel schattig. Dus die had ik toen ook. En toen dacht ik, ja, ik zie nog meer leuke dingen. En dat was onder andere deze haarklem. Ja, gewoon handig voor als je je haars op wil steken of zo. En ik zag ook nog deze armband. Die heb ik nu ook om. Echt een mooie zilveren armband. Hij geeft ook een beetje soort regenboogkleurtjes af. In bepaald licht. Maar oké, die had ik dus gezien. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk al heel veel geld uitgegeven. Dus eigenlijk wel shit. Toen kwamen we erachter dat het tweede product gratis was. Of tweede product, tweede artikel. Dus wij helemaal blij en alles gewoon pakken uit of afrekenen. Dus uiteindelijk heb ik die vier dingen gekocht voor, ik geloof, maar £12 of zo. Echt heel weinig geld. Maar daar ben ik dus wel heel blij mee. Ik heb echt weer lekker veel sieraden. Ja, dan gaan we verder met make-up. Ik had eigenlijk verwacht dat ik meer make-up zou kopen. Want ze hebben daar toch wel veel merken die we hier in Nederland niet hebben. Zoals Sleek en Illumesca en Urban Decay en alles. Maar ik heb het redelijk beperkt gehouden. Dat komt eigenlijk omdat we de laatste dag echt voor make-up gingen kijken. En toen had ik al heel veel uitgegeven. Dus nou ja, als eerste kocht ik een lipstick van Superdrug. Van een onbekend merk. Het heet Makeup Academy. Het is een roze lipstick. Ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet opengemaakt. Kan ik wel even doen. Kijk, dat is deze. Die kleur. Het is een hele lichtroze kleur. Tadaa! Ik vond hem echt heel tof. Hele mooie roze, babyroze kleur eigenlijk. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ik ga hem pas gebruiken als ik er foto's van heb gemaakt, denk ik, voor mijn site. Dus ik heb geen idee of de pigmentatie goed is. Maar in de winkel, ja, heb ik hem natuurlijk wel geswatcht en dat was gewoon prima. Dus dat is deze. Komt van Superdrug. Vervolgens heb ik een Sleek Pout Polish gekocht. Dat zijn deze. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Ook bij Superdrug. Dat is gewoon een drogisterij. En het is de kleur Perfect Plum. Dat is een donkerrode kleur. Ik heb hem nou ook op. En dat is deze. Ik heb hem al gebruikt zoals je ziet. Ik kan hem misschien ook wel even van dichtbij laten zien. Dat is die. Het is echt een mooie kleur. Hij is wel
vind de smaak niet zo lekker. Nou, niet dat je natuurlijk de hele dag eraan zit, aan je lip zit en likken of zo. Maar de smaak vind ik ietsje minder. Maar ja, verder is het gewoon echt een topproduct. Er zit ook SPF in. Super handig. Zoals deze. De allerlaatste dag gingen we naar Oxford Street alweer. En daar kwamen we bij een warenhuis. En nu ben ik even de naam vergeten. Ja, dat laat ik hier wel eventjes zien zometeen. En ik was heel erg op zoek naar NARS en naar Urban Decay. Want van Urban Decay wilde ik een oogschaduwbasis en een oogpotlood. Van NARS wilde ik graag iets van een blush of iets dergelijks. Dus toen zagen we NARS. Yay. Dus ja, dan moest ik gewoon wat kopen. Maar we hadden eigenlijk niet zo heel veel tijd. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon eentje die ik mooi vind. Ik ga niet een uur staan twijfelen. En uiteindelijk is het een blush geworden in Angelica. Het is een roze blush. Kijk, dit is hem. Best een kleine blush. Ik had echt verwacht dat die groter zou zijn. Kijk, als je het vergelijkt met mijn hand. Best wel klein. En dat voor zoveel geld. Ik geloof echt iets van 24 pond of zo. Ik weet niet meer zeker, maar zoiets. En dit is hem. Hij is wel erg mooi, dat moet ik toegeven. Er zitten kleine glittertjes in. Ik zal hem maar even van dichtbij laten zien. Zoals je ziet. Ja, ik vind hem echt wel heel mooi. Ik kan hem al gelijk even swatchen, want ik heb hem toch al gebruikt. Dat is hem. Nou ja, hier ga ik sowieso nog wel iets over schrijven, want het is echt gewoon een hele fijne blush. Mooie kleur ook. Ik viel me ook op dat de dame van NARS die erbij stond, zeg maar, dat ze echt super mooie make-up had. Echt zo mooi allemaal daar. Moet ook eigenlijk wel als je bij een NARS stand staat. Daarna gingen we op zoek naar Urban Decay. Ik was heel erg benieuwd naar de oogschaduwbasis. Iedereen vindt die altijd helemaal geweldig. En ja, ik heb geen goede oogschaduwbasis meer. Ja, ik heb de NYX Jumbo Pencil. Maar ik gebruik liever gewoon een echte oogschaduwbasis. Dus die heb ik gekocht. Ik heb hem niet meer in de verpakking zitten zoals je ziet. Maar ja, dat is best wel een mooie verpakking ook. En ik heb gekozen voor de tube. Volgens mij is er ook zo'n... hoe noem je dat? Met zo'n kwastje, net als van de HEMA. Maar dat leek me onhandig, want dan krijg je het allerlaatste product er niet zo makkelijk uit. Dus ik heb deze gekocht. Hij is echt... Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Hij is echt super goed. Ik kan hem even laten zien. Oh. Ik heb gewoon de natural versie, of hoe het ook heet. Original versie. Je hebt er ook eentje met glittertjes en shimmertjes en weet ik het allemaal. Maar ik vond dit toch wel de beste kleur voor mezelf. Ik vind hem erg, ben er echt heel blij mee. Daarna kocht ik een waterproof eye pencil. De Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil. Al veel goeds over gehoord van verschillende beautyblogs en YouTubers en alles. En aangezien ik nu een oogpotloodje heb van Too Faced, die echt crap is, wilde ik gewoon echt even een goeie. En dat is dus deze geworden. En het is de kleur Zero. Dat is gewoon zwart. En ik heb hem nog niet gebruikt. Ik kan hem even laten zien. Als hij het doet. Nee. Maar oké. Dat is dus dit oogpotlood. Daar komt ook zeker nog wel een review van. Want ik vind hem erg mooi. Of die fijn werkt, weet ik nog niet. Maar dat zal vast wel. Oh ja, verder heb ik nog twee dingetjes die hier toevallig liggen die ik heb gekocht. Dit was trouwens alle make-up. Valt best mee hoeveel ik gekocht heb eigenlijk. Maar ja, er zat geld doorheen gegaan. Dus ik vind het eigenlijk wel prima zo. Ik kan nog even mijn schoenen laten zien. Ik heb deze schoenen gekocht bij Next. Nude. Vond ze erg leuk. En ze zitten ook heel lekker. Past ook wel een beetje bij die tas die ik net liet zien. Dus dat is ook leuk. En verder kocht ik Vans bij Topshop. Dat zijn deze. Ik wilde eigenlijk al best wel een tijdje Vans. Nou, eigenlijk al best wel een tijdje. Ik wilde voor het voorjaar wilde ik Vans of Allstars. En toen zei mijn vriendin Linda van ja, ik wil eigenlijk wel even kijken voor Vans. Vind ik wel vet. Toen dacht ik, nou, waarom niet? Dus nou, het was best wel een zoektocht. We waren eerst bij Foot Locker, maar daar hadden ze het niet. De dag daarna hadden we bij Topshop gaan kijken. En daar hadden ze dus ook een hele
ja, geheel gedeelte met schoenen, waaronder dus Vans. Dus ze hebben ze gepast en Linda ging voor donker rode Vans, een beetje bordeaux kleur. En ik ging gewoon voor de zwarte, vond ik wel erg leuk. Dus ja, dat was het, zo'n beetje. Ik heb natuurlijk ook nog kleren gekocht, waaronder een blauwe blazer, een ja, paar topjes van Primark, wat kleine dingetjes bij Primark, een beetje ondergoed bij Primark. Trouwens, daar wil je echt niet komen als de winkel net open is. Het was zo'n gek huis. Wij waren daar 3 kwartier van tevoren, dus 3 kwartier voordat hij open ging. Ja, er stonden al hele rijen mensen, joh. Dus ja, het is wel een ervaring op zich. Het is 1 groot gekkenhuis. Iedereen gooit alles in zijn mandje bij de wachtkamers. Moet je echt super lang wachten. En dan mag je maar 8 dingen meenemen. En dan moet je weer opnieuw in de rij gaan staan. Maar het is wel leuk om daar eens geweest te zijn. En ze hebben er super veel dingen. En echt van alles wat. Dus dat is wel een aanrader. Maar ga op tijd dus. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Het is misschien een beetje een rommelig filmpje. Maar ja, ik heb het echt heel druk op het moment. Met school en alles. En ja, ik ben vorige week ook naar een concert geweest van LMFAO. Daar heb ik ook een filmpje van gepost op YouTube. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Ja, en deze week is school weer begonnen. En ik doe ook nog best wel veel met werken en sporten. En ik ben even een beetje druk. Maar ik vond het wel heel leuk om even deze shoplog voor jullie op te nemen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!